Filmproducties Mensenpark. Camera René Vosje. Mensenpark presenteert de film Spoorzoek Mensenpark. Het verleden verleidt. En straks wordt alles anders. Centrum. De dierentuin sloot op 31 december 2015 definitief de deuren. Anders, hoor. Ja. Ja. Ik ben de wethouder van gemeente Emmen. Bent u nou speciaal gevraagd voor uw naam op dit moment? Nee, dat niet. Hoe bedoelt u dat? Want ik heet geen sloper vannacht. U heet Otter. Ja. Dus ja. Is dat toeval of is dat geen toeval? Nou, dat is wel een beetje, klein beetje toeval. Wat gaat er precies veranderen? Nou, wij eigenlijk het oude dierenpark gaan we helemaal omturnen naar wat wij dan zeggen creatief mensenpark. En de bedoeling is dat dat toch een soort broedplaats wordt tussen innovatieve zaken, kunst, cultuur, ook ambachtelijke zaken. En dat, nou, dat hier allerlei toch ook wat bedrijvigheid kan komen. Dat mensen ook mee kunnen doen, mensen kunnen dingen bekijken. Het is duidelijk, er is wat bijzonders aan de hand hier vandaag. En, want we hebben ontzettend veel pers hier. En ook even op andere mensen die hier allemaal zijn. Ik zou zeggen, allemaal, ik heet jullie allemaal welkom hier. Van onze hoofdgast van vanmiddag, Jaap Rensen. Ja, het Mensenpark wordt Rensenpark. Rensenpark, kunst, cultuur, innovatie. Het Rensenpark is een park in het centrum van Emmen. Dat ligt op de locatie van het voormalige dierenpark Emmen. Midden in het centrum. In 2016 werd het terrein heropend als stadspark door oud-directeur Aleid Rensen. Dit park kreeg eerst de naam Mensenpark, maar uiteindelijk werd eind 2017 gekozen voor de naam Rensenpark, genoemd naar het echtpaar Rensen. Op 27 februari 2018 werd het park officieel omgedoopt tot Rensenpark met de onthulling van een naambord dat bij de ingang van het park staat. Ik heb gehoord wat de mensen over het park hebben gezegd en maak me geen zorgen over de toekomst. Het park voor de dieren wordt straks een park voor de mensen. Welkom in Galerie Wallee. Tot ziens in het Rensenpark en veel plezier met de film Spoorzoeken.
Welkom in Galerie Mix Art. Voren uit het verleden. De dieren gaan verhuizen naar een nieuwe park op de S. Maar willen ze eigenlijk wel mee of blijven ze liever hier wonen? In het park gaan we op zoek naar de sporen, herinneringen en verhalen die de dieren en het landschap erin hebben achtergelaten. Voorzoeken analyse. In een aantal bezoeken en door het lezen van allerlei achtergrondinformatie maken we steeds dieper kennis met de plek, met het landschap, met de ruimte en met de omgeving. Dat roept bij ons niet alleen een groot aantal verschillende beelden op, maar ook allerlei mijmeringen en fantasieën. Wandelen in het park, naar het centrum, naar het dierenpark. Landschap is gemeenschap. Thank you.
dierentuin. De mens, de tijger, beide zijn gekooid. Het ijzerwerk is wat hen samen bindt. Ik ben daarom verbaasd wanneer een kind vrijmoedig rotten door de tralies gooit. Dit is hoe de natuur zijn groei voltooit. Het ongedeelde scheiding ondervindt. Ik zoek een tuin waar elk zijn plaats herwint. En nooit meer een serpent zijn gif ontstrooit. Men waant het beest verdwenen uit de stad, waar inwoners lichtvaardig achterbleven, omdat door hen de jungle werd bestraat. Maar loop ik in de nacht een donker pad, dan zal ik voor de kleinste schaduw beven. Er kan een mens zijn die op rooftocht gaat. Ruud Muster. Aan de rand van de savanne voer ik mijn tuin. Ik sta hier al decennia lang met mijn wortels stevig in de vruchtbare zandgrond. Mijn takken hangen aan de ene kant over het wandelpad en bieden beschutting aan de mensen als de zon schijnt of als het regent. In het najaar verschiet ik van kleur en laat ik honderden eikeltjes vallen. En in het voorjaar proberen de giraffen aan de andere kant regelmatig met hun lange tongen mijn sappige blaadjes te grijpen. Maar ze kunnen er nog bij. Ik heb hier een goed leven.
op deze idyllische plek. We kwamen in Afrika, ja, woon in Emmen. En straks wordt alles anders. De dieren gaan verhuizen naar een nieuw park op de S. De pinguïns achterna. De mensen praten er al heel lang over. En ook bij de dieren en planten is de komende verhuizing nu het dagelijkse onderwerp van gesprek. Wat betekent dit voor de achterblijvers zoals ik? En voor de vogels dat hier al jaren mijn takken deelt? Hoe gaat onze leefwereld er straks uitzien? Door de jaren heen heb ik mijn omgeving al vaker in schrijven zien veranderen. Helemaal in het begin waren de rotspartij voor bergwild en de grote doolhof van honderden coniferen de opvallendste landschappelijke elementen in het park. Protest! Op het Bavianeneiland van Dierenpark Emmen is het een fijn stil. De anders zo drukke en rumoerige apen zitten met z'n allen dichtgingen elkaar aangedrukt op een hoekje van de rotsen. Regelmatig kijken ze naar de Afrika-savanne, alsof uit die hoek gevaar komt. Dat gevaar moet wel groot zijn, want ook voor lekkere hapjes komen de bavianen niet van de rotsen af. Er wordt niet gespeeld, niet gevochten, alleen veel gevlooid, alsof de apen steun bij elkaar. Tot plotseling een van de mannen opstapt naar de top van de rotskop en naar de savanne tuurt. Dan komen voornamelijk mannetjes heen, gaan ze allemaal eenzelfde kant op te kijken, om dan opeens met veel kabaal weer terug naar een veilige hoek op de rots te rennen. Omdat nu duidelijk is wat de oorzaak van de grote onrust is, kunnen de verzorgers de angst ook niet wegnemen. Ze hopen dan ook dat de paniek onder de bavianen ook deze keer na een dag of vier vanzelf weer zal verdwijnen. Thank you.
later werd het wildpark toegevoegd. Met uitgestrekte velden, grote waterpartijen en een moeras met heide. Slingerpaden doorkruisten het park en over de sloten werden rustieke bruggetjes aangelegd. Allerlei exotische dieren uit verre landen werden mijn buren. Ook een kudde authentieke Drentse hoornschapen. Straks zal ik niet meer 's ochtends de zebra's en de struisvogels kunnen begroeten, maar wel de vroege mensenvogels die hun rondje door het park komen hardlopen. Straks hoor ik niet meer het getrompetten van de olifanten, maar wel de modieuze klanken van het concert dat in het park wordt opgevoerd. En straks ruik ik niet meer de geuren van de savanne na een regenbui, maar wel die van het culinaire feest dat op een mooie zomeravond in het park wordt georganiseerd. Straks wordt alles anders. En als we ons zelf nu eens achterlieten. Daar gaat het, zonder groeten, mokken en tobben, op zoek naar iets beters. Het gaat niet eens om. En wij? Wij moeten eerst wennen aan dit stralende landschap van vroeger en later. Van lichtende tijd, zonder nu. Kees Notenboom. Gesprekken met bewoners en bestuurders maken ons duidelijk dat het park een hele warme plek in ieders hart inneemt. En het moet ook altijd een park blijven. Daar is geen enkele twijfel over. Maar voor de toekomstige invulling worden honderden ideeën aangedragen. Het park prikkelt duidelijk de fantasie en verbeeldingskracht. En het aantal gewenste activiteiten en functies wordt groter en groter. Waarden, historisch, landschappelijk, beleving, ecologisch, emotioneel, cultureel. Alle dieren, behalve de mens, weten dat de voornaamste plicht van het leven is en dat te genieten. Samuel Butler. Thank you.
spoor voor. Op de plek van het dierenpark is iets heel bijzonders gebeurd. Het park van de dieren is nu een park van de mensen geworden. De dieren op de S hebben een prachtig nieuw onderkomen gekregen, maar zijn toch wel een beetje jaloers geworden. Al die aandacht die nu uitgaat naar hun oude park. Daar hebben ze een geduchte concurrent aan gekregen. Eerst wilden ze al niet weg uit het centrum. Welkom, met de nachtwacht van Emma. En nu hebben ze het dan wel goed naar hun zin op de S, maar eindelijk zouden ze het niet weer terugroepen. Ze besluiten de situatie zelf te gaan onderzoeken en sturen een delegatie van oorlogen te gaan nemen. Let the sun shine in. Reflectie. Op het ritme van de zon stroomt het water door mijn kamer. De zon en de kas. Wachten op de zon. We hebben het nog wel zien, de deur. Zo was het wel zaterdag. Het is half neerd en alles is nog koud en nat. We hebben schuifeld en het heeft snijd. Me dunkt, zo was het wel best. De wereld wordt een love machine, maar zo koud heeft lang niet best. Dus nooit wachten op de zon. Op de zon, op de zon. Het is wachten op de zon. Op de zon, op de zon. Het is wachten op de zon. Op de zonne, op de zonne, het is wachten op de zonne. Skik, niks is zo slecht. Ik vang de zon met mijn vleugels en krijg het warm van binnen. Vanuit mijn kamers zie je de dierenriem. Gebouwen als sculpturen.
omarm het landschap. Denken vanuit beelden. Aanleidingen, verleidingen. Poetseren met landschap. Rust en dynamiek voor jong en oud. Bouwen op oude fundamenten. Gewoon buiten gewoon maken. Bewondering van ruimte en vorm. Ethica, esthetica. Inspiratie, verbeelding. Global landscape, global village. Fantasielandschap, herinneringslandschap en droomlandschap. Anders doen, anders denken. De stad op Stelten. Park van 1000 culturen. Ruimte geven, ruimte laten. Ruimte maken, ruimte nemen. Verborgen, expliciet. Gebouwen als landschap. Go with the flow. Onder de bomen, vrienden zijn het, bomen, die gesprekken met je voeren, je gedachten laten gaan, als hun bladeren het licht laten schommen. Het zijn de vrienden, bomen, hun schaduw leggen ze als een arm om je heen. En als je alleen wilt zijn, en niet alleen wilt zijn, vetse pijlman. Herinneringen aan het verleden, verlangens van de toekomst, economische duurzaamheid, materiële duurzaamheid, culturele duurzaamheid, sociale duurzaamheid, straks met alles anders. Het park voor de dieren wordt het park voor de mensen. De mensen houden van mij en mijn vrienden. De vlaktes, de hoogte verschillen, de rotsen, de planten, de vijvers, de struiken, de andere bomen en de verrassende doorkijkjes. De mensen hebben ons in hun harten gesloten en daarmee mijn hart verwarmd. Het landschap wordt blijvend omarmd en zelfs nog verrijkt.
Op het goede spoor. Het paard zit vol met geheimzinnigheid. Onverwachte elementen, verrassingen. I feel at home whenever the young man surrounds me. Sensualiteit in de logica en logica in de sensualiteit. Het modernisme en surrealisme gaan hier hand in hand. In het paard wordt duidelijk gesloten tussen de ethica en esthetica. Ecologie, energie en milieu spelen een net zo belangrijke rol als de architectonische verschijningsvorm. Welke invulling er uiteindelijk op wordt gekozen. En bij de verdere uitwerking is het belangrijk dat één thema wordt gekozen voor de identiteit van het park. Niet een beetje van dit en een beetje van dat. Kiezen voor het grote gebouw en dat vol overtuiging vormgeeft. Het gaat in het vervolg vooral om het geleiden van verwachtingen, ambitie, herinneringen en verlangen. Niet bang zijn voor verrassingen, maar ze omarmen omdat ze een verrijking kunnen betekenen. Fantasierijk en het grote gebaar. Attractie van formaat. Bezienswaardige architectuur. Sensualiteit in de logica en logica in de sensualiteit. Welkom op de stadsboerderij. Kom binnen. Dank u wel.
Het is een herinnering zoals zoveel, maar deze ene laat mij niet los. Wanneer in het voorjaar de vlinders spelen, blijf je betrokken bij het oude dierenparkbos. Het is niet iedereen gegeven, familie Rensen bracht het park tot leven. Het maakt niet uit wat voor beest, zo waardevol is het voor beiden geweest. Maar een nieuwe lente komt eraan, dus ook weer een nieuw bestaan. Er is weer leven in de brouwerij, een nieuwe generatie staat weer zij aan zij. Een nieuw grastapijt zal het park weer kleur geven, dat is voor velen een lang en gelukkig leven. Al zullen de jaren vergaan dat het mensenpark mag bloeien en voortbestaan. Straks komen er prachtige nieuwe gebouwen op de plekken waar nu de dieren hun huizen hebben. Gebouwen die zich comfortabel nestelen onder een groene deken, bedekt met een nieuwe jas van landschap die verandert met de seizoenen. Straks komen de mensen niet meer naar de dieren kijken, maar naar de samensmelting van het landschap met de nieuwe gebouwen. Het park gaat heel bijzonder worden, een plek en landschap, architectuur en programma's samen worden, fixeert van een droomlandschap, herinneringslandschap, fantasielandschap. Een plek waar alle zintuigen worden geprikkeld. Een plek die van voelen, ruiken, horen, zien en proeven. Een plek ook die ruimte biedt aan heel verschillende functies. Ik heb de mensen horen praten. Ze hebben zoveel verschillende wensen. Ze willen alles, maar ze moeten nog keuzes maken. Want ik heb ook mijn ruimte nodig om met mijn wortels goed te blijven aarden. En om mijn kruin verder te ontwikkelen. Ik heb de mensen ook bezorgd voor het aan. Je gaat al deze prachtige ideeën bewaken. En je zal het naar voren gaan. Ik ben gerustgesteld, doordat ik heb gehoord dat er voor het vervolg spelregels zijn afgesproken. Die ervoor zorgen dat er echt iets bijzonders kan ontstaan. En niet alleen voor de mensen, ook voor de achterblijvende dieren en voor de bomen en planten.
ik ga erbij. Ik heb hem mee. Ik heb hem alleen dat ding. Ik heb hem zo. Cies, even zwaaien naar daar. Even zwaaien, Cies. Cies daar, dan zwaaien. De spelregel. Omarm het landschap, want dat is wat deze plek zo waardevol maakt. Nieuwe gebouwen mogen alleen op plaats van bestaande gebouwen komen. De nieuwe gebouwen zijn heel bijzonder, een bezienswaardigheid en attractie. Vooraf wordt geen programma vastgelegd. Het park blijft ook ruimte bieden voor de wensen van de toekomst. Het park blijft een autonoom gebied als een groene enclave of oase in de stad.
GoPro, stop recording. I feel at home whenever the unknown surrounds me. Voice over Elston Young.